In deze video laat ik een aantal websites zien die niet in alle Internet Explorer browsers even goed worden weergegeven. En ik heb dus IE Tester gedownload en geïnstalleerd op mijn computer. En ik zal eerst eventjes onze eigen website laten zien. Ik klik hier op alle versies. En ik kies hier jargon.nl. Nou, en dan zien we hier een 9 staan en hier een 8, een 7, een 6 en een 5. En we zien hier dat in Internet Explorer 9 dat alles er oké uitziet. In 8 verandert er ook niks. In 7 dan zien we dat hier al plots dat invoervakje eruit springt. En dat dit er al anders uitziet. Gaan we naar 6. Dan zien we dat hier eigenlijk heel ons design kapot is. En gaan we naar Internet Explorer 5. Dan is het eigenlijk helemaal mis en kunnen mensen hier niet eens meer een contactformulier invullen. Nou, zo heb ik ook nog een aantal andere websites, wat grotere websites, bijvoorbeeld twitter.com, dus de gewone Twitter. Ik typ hier Twitter en ik heb nu Internet Explorer 6 en we zien dat het logo er niet zo mooi uitziet. Wanneer we naar 7 gaan, dan zien we dat het logo er eigenlijk zo hoort uit te zien. Maar in 6 ziet het er zo uit. Nou, dat zal wel te maken hebben met de CSS, met de stylesheets. Waar het mee te maken heeft, dat maakt ons op dit moment niet zoveel uit. Maar feit is wel dat het er niet goed uitziet. We kunnen ook eens gaan kijken naar dus de nieuwe Internet Explorer 9, de beta versie. En dan zijn er een aantal websites waarbij het niet erg goed wordt vertoond. Dus ik open bijvoorbeeld nu.nl. Dit is Internet Explorer 8. Nou, we zien hier een mooie banner van transavia.com. Maar laat ik die website zien in Internet Explorer 9. Dan zien we plots dat die banner er niet meer zo heel goed uitziet. Die zou hier eigenlijk door moeten lopen. Dus ja, diegene die hier adverteert, die zal hier waarschijnlijk niet zo heel erg blij mee zijn. Nu is het wel zo dat er nog niet heel veel mensen Internet Explorer 9, de beta versie, gebruiken. Maar toch, feit is wel dat een klein deel van de mensen die het wel gebruikt, dus die banner niet goed te zien krijgt. Dan hebben we ook nog bijvoorbeeld valk.com, dus Hotels de Valk. Nou, in Internet Explorer 8 ziet er dat zo uit. Kun je hier overheen gaan. Ziet er allemaal heel leuk en aardig uit. Gaan we naar Internet Explorer 9. De beta versie wel te verstaan. Valk.com. Dan is plotseling onze hele afbeelding weg. En moeten we daar zelf uitvinden dat we hier overheen kunnen gaan. Nou, dat zijn slechts een aantal kleine voorbeelden. Dus we zien er nog eens de valk. En hier is de afbeelding helemaal weg. En dan heb ik tenslotte nog een website, dat is marketingfacts.nl. Dus ik laat hem eventjes zien in Internet Explorer 7. Marketingfacts.nl, nou moet ik hier eventjes een aantal scripten uit laten voeren. Nou, het ziet er goed uit in 7. Maar gaan we naar Internet Explorer 6, wat ook nog een flink aantal mensen gebruikt. Dat zal ik dadelijk laten zien aan de hand van onze statistieken. Dan zien we dat het er toch plotseling heel anders uitziet en dat we eigenlijk de teksten niet meer kunnen lezen op de website. Dus iedereen met Internet Explorer 6, ja, die krijgt dit waarschijnlijk te zien. Nou, je ziet dus dat verschillende websites lang niet in alle browsers goed worden weergegeven. En dit zijn nu maar een aantal voorbeelden. Maar wanneer je bijvoorbeeld een webshop hebt en jouw bestelknop wordt niet goed weergegeven of bepaalde teksten worden niet goed weergegeven, dan mag het heel duidelijk zijn dat dat heel veel conversies kan gaan kosten.